We zijn vandaag in Scheveningenhaven, waar gisteren hele moderne high-tech boten zijn binnengekomen. Maar vandaag staan we even op een klassieker, de Gipsy Mod 4. Het is een boot, 1966, voor de eerste keer solo om de wereld heen gegaan. Die schipper, ja, die is er natuurlijk niet. Maar Simon Oberholzer, die is er wel. Dat is de nieuwe eigenaar van het schip en daar gaan we even mee praten. Ik sta op dit moment in de Kuip met Simon. Simon, hallo. Dank dat we aan boord mogen komen van deze, ja, eigenlijk wel klassiek schip eigenlijk. Leuk om jullie aan boord te hebben. Ja, hey, in 1966, toen ging die solo de wereld om. Is dat ook een van de redenen dat jij deze boot op het oog had? Ja, eigenlijk, het verhaal gaat heel wat terug. Ik was in Zuid-Afrika geboren. Mijn vader heeft een boek van Chichester gelezen, Gipsy Moss Sails Circles the Globe. En hij heeft het gelezen. Wij zijn, ik denk, hij was 11 jaar oud en wij zijn rond de wereld getrokken te gaan zeilen. Ondanks vanwege deze boot. En je vader, was die al een zeiler? Nee. Totaal niet? Totaal niet. Dus die was helemaal geobsedeerd door dit schip. En toen dacht hij, want we gaan een rondje rond de wereld doen. Ja, ja. Maar dan is het niet heel makkelijk geweest, denk ik. Nee. We waren in 1980 vertrokken. In 1980 hebben we door het eerste hurricane Allen gezeild. Dus een heel zware storm. Ik ben vanaf die tijd al zeilend. Dus... Maar hebben jullie wel de hele ronde gemaakt of hebben jullie een stukje gemaakt? We hebben een heel groot stukje gemaakt. We zijn uiteindelijk nog verder gegaan. Mijn vader is een beetje zo'n ontdekker, dus hij heeft... Wij zijn daarna naar Amerika toe gereden met een auto. We zijn helemaal rond Amerika en dan naar Australië en dan terug. Dus uiteindelijk hebben we wel 360 gegaan. Maar niet alleen maar met de boot? Niet alleen met de boot, nee. Maar toen jij 11 jaar was, ben je dus eigenlijk met het zeilvirus besmet geraakt? Precies. Ja. En heb je daarvoor ook al boten gekocht, zeg maar, voordat je deze kocht? Ja, ik heb een kleine boot, dat is eigenlijk hier in de haven. Dat is een ASO 99, dat is een 10 meter. Ja. Dat is een raceboot, die gaat 23 knopen. Maar dat is eigenlijk voor de meren. Maar dit is de eerste zeilboot. Ik heb een andere in Spanje. Dus. En de eerste zeiler, is dat een soort van een hero voor jou? Ja, Chichester is wel echt indrukwekkend. Hij was een redelijk oude man. Hij was 65 toen hij wegging. Hij had ook kanker, dus hij was wat dat betreft wel tegen kanker aan het strijden tegelijkertijd. En hij heeft ook echt een aantal van de records. Hij was de eerste kapitein welke is solo gaan racen rond de wereld. Ja. En dat is echt bijzonders. Ja. En we kijken naar de boot. Was hij een visionair? Heeft hij dingen in de boot kunnen krijgen die we nu nog steeds toepassen of die heel erg indrukwekkend zijn? Ja, de boot, hij was echt een heel goede zeiler van tevoren. Dus hij heeft een aantal boten voor deze. En dit was speciaal gemaakt door Camper Nicholson. Dat is een van de beste jachtwerven nog steeds. Het was gedesigned door Primrose en Illingworth. Dit zijn echt die voornaamste zeildesigners, architecten. En er zijn speciale dingen eigenlijk voor dat reis ingebouwd. Dus visionair was niet, dus meer praktisch. Meer praktisch. En welke praktische dingen kan je dan opnoemen? Voorbeeld. Twee voorbeelden. Twee voorbeelden. De eerste is, heb je wel, iedereen kijkt nu naar die, de verwarming in het Kuip. Dat komt vanuit binnen, van de verwarming. En mensen zijn ook natuurlijk verrast van waarom heb je dat. Maar in de koude Noordzee of in de Zuidoceaan zit je in de Kuip, zit je hier. Toch lekker warm. Lekker warm, dat is de eerste. De tweede is, de kompas was altijd achter gedaan. Waarom? Nou, dat heb ik niet. Iedereen wist het niet. De moderne in 2005 hebben ze een nieuwe kompas daar neergezet. Ja. Maar als je echt in de buiten bent, je gaat in die hoek zitten, dan kijk je naar achter, niet naar voren. Ja. Dus... Maar het kompas zit er nu niet op. Nee. Je hebt deze boot gekocht in 2022. Je hebt restauratie heb je eraan toegedaan. Ja. Maar de kompas zit er nog niet op. Ja, we zijn nu aan het bezig. Er waren maar 4 kompassen voor deze gemaakt. Special editions. Dus echt een heel grote ding in die tijd. Dus die kompassen zoeken we nog. We hebben al die artifacts hebben we al teruggekregen. Zijn blocks en shackles en dat soort dingen. Die zijn allemaal origineel. Maar die kompas zoeken wij nog. Oké, dus er zijn nog een paar dingen die niet terug zijn. Maar heb je alle onderdelen origineel weer kunnen krijgen?
Niet alles natuurlijk, niet alles. Maar bijvoorbeeld deze mast, de originele mizzenmast was eigenlijk in 2007 was het afgebroken. Toen die boot was aan het race in chaos en een andere boot heeft het geraakt. Maar die, al die andere punten zijn wel die, zeg maar, de self-steering, de Hassler self-steering is nog origineel. Oké. Dus in feite, ook de kuip hier, die zijdwanden. Ja. Die hebben we helemaal nieuw moeten maken. De voor- en de achterkant die zijn wel origineel. Maar dit zijn de nieuwe dingen wel aangedaan. En nou heb ik gelezen dat in 2006 is die voor 1 pond. En een gin tonic is die van de ene eigenaar naar de andere eigenaar gegaan. Nou heb jij in 2022, en zonder in het Nederlands lekker over geld te praten, maar zat er nog een kleine inflatie op? Of, Heel grote inflatie. Nee, nee, want uiteindelijk het gezegde is, koop een boot, dan werk je je dood. Dus ja, de vraag van mij en jou is, waarom heb je dan deze boot gekocht? Want hij was helemaal aan restauratie toe. Ja. Ik denk, kijk, dit is bijzonder. Dit is het eerste Ocean Race. Dit is alles wat je ziet nu in de Ocean Race. Die zijn allemaal afstammelingen van deze boot. Ja. In feite. Het is vanuit de National Heritage punt. Ik denk het heel belangrijk dat vanuit zeilinggeschiedenis dat wij hem echt houden. En ook zeilend en varend houden. En dat was heel belangrijk. Ja. Wij zitten nu in Scheveningen. Ik woon in Scheveningen. Dus wij kunnen naar Engeland varen. En het idee is om een aantal special trips te maken en om nog levend te houden. Ja, ja, dus mensen echt kennis te laten maken met het klassieke product, zeg maar. Als ja, een, dus als dit is een, origineel, als een boot. Dit is echt origineel. Daarom, de restauratie gaat nu voort met die binnenkant van het boot. We hebben een aantal technologie wel toegevoegd. Ja. Om de boot echt up-to-date te houden. Maar al die originele navigatie, al die originele zeilen, blokken en dat soort dingen en de masten, ja, die zijn allemaal nog top. Nog top. En nou is in 2066, is hij, of 1966, dit is van winnen. 1966 is hij voor de eerste keer de wereld omgegaan. Ja. 2006 is hij de tweede keer de wereld omgegaan. 2026. Wij is weer 20 jaar later. Ja, wij kijken. Kriebelt het? Ja, we zijn nu bezig om te controleren. Wij hebben haar aan het World Tennis Yachtclub geaffilieerd. Dat is, ja, het 250ste jubileum van het jachtclub. Het is een van de oudste jachtclubs in de wereld, in Londen. Het zou mogelijk kunnen zijn in 2025 dat zij nog een keer rondgaan. Zij moeten het voor de derde keer rond. Dus okay. Dat is, maar hij is er wel klaar voor. Is het boot er al klaar voor? Hij is wel klaar. Hij is wel klaar voor. Ja, de boot kan is dus sterk genoeg. Zij heeft echt heel veel doorgestaan. We hebben alle testen gedaan, dus op zich het is toch prima. Ben je een beetje trots op je werk? Het is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar. Maar je kan ook wel trots zijn op de weg ernaartoe. Nou, ik ben wel heel blij met al die ondersteuning wat we gekregen hebben. Ook het interesse wat mensen hebben getoond. En nu moeten we even kijken of wij haar nog echt zeilend kunnen krijgen. Okay. Nou, nu één vraag of die echt helemaal, zeg maar, in de originele status zit. Zit nog steeds het tweede toilet aan boord? Oké. Okay. Nou, we zijn eigenlijk twee aanpassingen in het boot. De eerste was gedaan door Chichester zelf. Ja. Voor een single man, dat 54 voet schip, is het wel, voor een enkel persoon heb je maar één toilet nodig. Maar hij heeft wel een vrouw, dus er is wel een dames toilet voor. Ja. En dat is aangepast door Chichester zelf, omdat die vrouw is af en toe op de boot. Ja. In Sydney in Australië. Die andere aanpassing die wij gedaan hebben, is we hebben wel een speciaal, die heet Solar Docker, zijn we nu bezig. Het is een speciale jet thrust te ontwerpen om haar te laten bewegen, goed te bewegen. Om dit te draaien is echt een moeilijke taak. Ja. Ook in die kleine havens met dit soort dingen, hier kunnen we eigenlijk, dit hebben wij ook solo geparkeerd. Dus met 54 voet is het makkelijk te doen met de nieuwe technologie, maar niet met die oude. Ja, en, dat is wat het is. Ja. Dus dat is, we zijn heel trots op wat wij daar ontwikkeld hebben. En dat is ook belangrijk voor alle andere klassieke boots, welke ook niet een normale bow thrust kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is ook belangrijk. Nou ja, helder. Ja. Hey, als mensen nou deze opzij helder bij ons gaan kijken en ze willen wat meer informatie, maar ze willen je eigenlijk ook volgen met al je avonturen die je nog gaat maken, kunnen ze dan nog ergens vinden? Ja. Ben je al online? Ja, we zijn nu online met Gypsy Moth 4, dat is IV op de internet. Wij zijn nu bezig met de opzet deze week van die
de Twitter, de Facebook, de Instagram. Dus dat komt online deze week. Ah, top. Nou, Simon, dank voor dat we er mogen zijn. Okay. Ik denk dat we nog even een rondje gaan maken over de boot. Dat zou wel leuk zijn. En tot de volgende keer bij Zeilder. Oké, dankjewel. Dankjewel.